Wie 5 jaar geleden een ETF zoals CSPX kocht, heeft vandaag zijn geld verdubbeld of is maal 2 gegaan. Laat mij eens tonen hoe je vandaag zo'n ETF koopt. Ik heb het al getoond voor de Maxen-app. Laat mij het vandaag eens tonen voor de Giro. Ik werk niet samen met de Giro. Ik weet dat velen van jullie de Giro gebruiken. Een verdubbeling op 5 jaar tijd. Dat klinkt een beetje ongeloofwaardig. Dus laat mij daar vlug nog eens de cijfers voor tonen en ook een beetje meer uitleg geven over wat dat CSPX exact is. Zoals je hier ziet, het gaat om een ETF van iShares of BlackRock, waarmee je belegt in de S&P 500. Dat gaat om de 500 grootste bedrijven in de VS. Toffe is, dit fonds, deze tracker, heeft een super lage lopende kost van 0,07% per jaar. Nu, in wat beleg je exact? Laat me dat eens tonen aan de hand van de factsheet. Als ik hier een beetje naar beneden scroll, zie je dat een groot deel van je geld in grote bedrijven zoals Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Facebook, etc. terechtkomt. Je geld komt ook terecht in verschillende sectoren, maar het grootste deel van uw centen komt in tech terecht. Als ik dan eens terug ga om naar het rendement te kijken, staat hier al op 5 jaar. Je ziet de afgelopen 5 jaar is de koers van dit fonds met 99,8% gestegen, of rond 100% of maal 2. Een groot deel daarvan is te wijten aan de koersstijging het afgelopen jaar. Dan is de koers bijna met 30% gestegen. En voor de mensen die al langer beleggen, ook is interessant. Sinds 2010 is de koers van dit fonds ongeveer maal 6 gegaan. Dus als je hier 1 miljoen had inzitten, dan heb je vandaag 6 miljoen hierin zitten. Nu, is het mogelijk om zelf zo'n ETF vandaag aan te schaffen? Het antwoord is resoluut ja. Ik toon het eens voor de Giro. Dit is de Giro app. Via de zoekbar zoek ik naar CSPX en dan klik ik op trackers of ETF's en dan kies ik voor het tweede zoekresultaat om CSPX te kopen op de beurs van Amsterdam in euro. Zo vermijd je wat wisselkoerskosten. Als ik hier naar beneden scroll, dan kom ik op het orderboek. Dat is best wel interessant. Hier zie je alle volumes die momenteel aan het bieden zijn of die geïnteresseerd zijn om deze tracker of dit fonds te kopen. En in het groen zien we alle volumes die geïnteresseerd zijn om te verkopen of te laten. Je ziet dat er een klein verschil is tussen de bid- en de laadprijzen. Dat heet de spread, maar je ziet dat deze heel klein is voor dit product. Dat komt omdat er hier ongeveer 75 miljard euro in zit. Nu, laten we verder gaan en dit fonds kopen. Ik ben geïnteresseerd om ongeveer 15.900 euro uit te geven. Ik ga werken aan de hand van een limit order, waarbij ik dit product koop voor 504 euro. 7 euro. Ik zet dat gewoon een klein beetje boven de huidige hoogste laadprijs. En dan het aantal stuks zet ik op 31 en dan druk ik op plaatsorder om dit door te geven. Hier krijg ik nog eens een overzichtje van mijn kooporder te zien. Je ziet dat de kosten bij de Giro op 3 euro komen. En als ik duw op bevestig, dan wordt de order geplaatst en dat zal onmiddellijk uitgevoerd worden ook. Voilà, dat was het. Je merkt, het is absoluut geen rocket science. En het toffe is, doordat je dit fonds nu zelf gekocht hebt, dat je geen andere kosten aan een tussenpartij betaalt. Je moet bijvoorbeeld geen bewaarloon of andere kosten betalen. Je hebt een transactiekost betaald bij de aankoop en je hebt ook een beurstaks betaald bij de aankoop. De Giro heeft die ingehouden en direct doorgestort naar de Belgische overheid. Het enige dat je nu nog rest is om uit te loggen, 5 jaar te wachten en hopelijk is de koers opnieuw maal 2 gaan. Ik zie jullie in de volgende video en laat ons ook binnen 5 jaar eens terugkijken naar deze video.